mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Eindelijk weer op mijn kanaal Games Review. En in deze video, je kunt het al zien aan de titel, ga ik het met jullie hebben over mijn valpartij, mijn domme... Ja, oké, laten we maar gelijk beginnen met de video, want ik heb het op film staan wat er is gebeurd. En daarna ga ik verder, ga ik het uitleggen wat er aan de hand was. Dus hier zien jullie de video, dus dan zeg ik tot zometeen. Ja. His name is John Cena! Zo, dat was die hilarische en ook echt domme video. Waarom ik het ook toevallig op film heb staan is... Ik ging met Mike BMX'en in de stad van Apeldoorn. En ik ging op mijn meld. Dat heb je net gezien. We wouden het een beetje voor Insta gaan filmen, want misschien deden we iets heel cools. En ja, dus ik ging neer op de grond. En ik vond het best wel eigenlijk, ja, ik vind het best wel grappig dat ik het op film heb staan. Want dan kan ik het gewoon terugkijken en het is grappig. En door die video kan ik nu ook deze video maken. Dat klinkt best raar, video. Ja, oké, dat. Maar laat ik maar uitleggen wat er moest gebeuren en wat er gebeurd was. Jullie zagen mij net al vallen, zo hoort het dus niet te zijn. Jullie zien nu even een video hoe het wel moest. Ja. Het was heel simpel, ik ging van zo'n randje af, ik drop in op zo'n schans en rijd gewoon weg. Dat had moeten zijn, mijn wiel slipte weg, waardoor ik echt kapot hard naar beneden tiefde op mijn arm. Je ziet hier ook een soort schaafwond, het lijkt wel een hartje, kijk dit ook niet goed. En dat schaafwond, oké, natuurlijk dat kan wel, maar het is niet heel erg een schaafwond. Ik had er ook één op mijn knie zitten, maar wat het kutste is, mijn arm, hoe ik, kijk, zo... Zo staat mijn arm. Ik kan dit gedeelte kan ik niet bewegen. Behalve mijn vingers. Kijk, dit kan ik niet doen. Maar ik kan hem niet op en neer doen. Dit lukt niet. Het lijkt nu wel zo. Kijk, ik doe serieus nu niks. Maar ik kan hem ook niet omhoog doen. Ja, het is fucking raar. Ik kan mijn arm dus... Ja, mijn onderarm slash pols niet bewegen. En het voelt zeg maar alsof er iets steekt in je, ja, in je arm. Het is fucking raar, ik kan het niet echt uitleggen, maar het doet in ieder geval zeer en ik kan er niks mee. Nou, het gebeurde op vrijdag dus, die gekke stunt. En ja, dus ik ging op mijn mel, ik val vol op mijn arm. Ik denk van, what the fuck, ik heb dat gevoel nog nooit gehad dat ik echt iets gekneusd had. Of ik dacht misschien gebroken dat kon zijn. Dus ik stond op, dat is wel raar. Ik dacht van, oké, ik moet eerst goed gaan zitten voordat ik kijk wat ik allemaal heb en zo. En dus ik stond op. Mijn BMX bleef daar liggen, want ik had geen zin om dat ding netjes mee te nemen. Want weet je wel, daar had ik gewoon geen zin in. Ik ging zitten en ik keek van, wat de fuck is er gebeurd? Wat heb ik allemaal... Ik keek naar mijn knie, die bloedde. Er zit zo'n schaafwond op en die is ook helemaal blauw eromheen. En ik had dit. Bam. Alleen dat. Dus ik dacht van, oh bloed, oké. Het viel nog wel mee dat. Maar toen ik opeens mijn arm probeerde dit te doen, dat lukte me niet. En dat ding is volgens mij echt... Ja, oké, nee. Ik wist niet wat de fuck voor gevoel dat was. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus ik dacht van, oh mijn god, misschien is dit wel iets ergs dat ik mijn arm niet meer kan bewegen. En ja, de stand is redelijk... Ja, het is niet echt dichtbij mijn huis... Dus ik moest nog best wel een stuk terug. En als je dan half bloedend met zo'n arm gaat fietsen... Nee, dat werkt denk ik niet. Dus ik had voor het eerst eigenlijk geen BMX met mijn mobiel mee. En ik dacht van, weet je, als er iets gebeurt, dan heb ik mijn telefoon. En dan kan tenminste iemand bellen. En ja, ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Want mijn moeder kwam dus eraan. Ik doe heel even mijn microfoon beter zo. Dus ik belde mijn moeder. Die nam op en ik... Oh nee, ik appte mijn moeder... En ik zei van, ik ben gevallen, kan je komen, want ik kan mijn arm niet meer bewegen. Mijn moeder kwam dus naar dat skatebaantje in de stad. Dus mijn moeder kwam eraan. Ze had mijn BMX erin gedaan. Ik stapte in, half met zo'n arm en what the fuck. En we gingen rijden en ik zei ondertussen toen we naar huis gingen van wat er gebeurd was. We gingen naar huis, want ik wou per se dus pleisters op mijn schaafwonden, want... Ik dacht van, anders moet ik het de hele tijd aanzien en dan komt er allemaal fel in. I don't know wat ik dacht. Er moet een pleister op en dat is gebeurd. Nou, toen dat gebeurd was, gingen we naar het ziekenhuis. En ik heb altijd zo'n kutgevoel aan ziekenhuizen. Van, oh nee, als je naar het ziekenhuis moet, is er iets aan de hand, weet je wel. Dat is logisch, want anders ga je niet naar het ziekenhuis toe. Dus ja,
We kwamen daar aan en ik heb altijd zo'n gevoel als ik heel erg pijn heb. Dat ik een beetje... Dan ben je heel erg duizelig. In ieder geval dat heb ik. En vorige keer had ik dat ook. En toen was ik serieus gewoon flauw gevallen. En dat wou ik niet weer. Dus we hadden zo'n karretje gepakt. Gewoon die kan je daar gratis pakken. En dan ging ik daarin zitten. Een soort rolstoel. Niet echt. Want zo'n karretje. Ik ging zitten in het hoofd met mijn arm vast. Ik had hem heel raar. Echt zo'n yoga stand of zo had ik met mijn armen. Het ziet er heel raar uit, maar oké. We gingen het ziekenhuis in. We vroegen waar we heen moesten. We gingen naar de eerste hulp. Zo'n vrouw die hielp ons gelijk. Want er stonden allemaal mensen daar te wachten. En ik kwam de rekening aan. Ik mocht gelijk door. I don't know waarom, maar het zal wel. En ze ging dus kijken. Ze ging een beetje drukken en voelen waar of wat het was. En op een of andere manier, als je erin kneep in mijn hand of in mijn pols, dan voelde ik niks. Maar als je ze ging duwen of ging draaien, dan dat was echt een hel. Toen zei ik ook echt gewoon, wow, shit, dit doet wel zeer. En ze zei dat het gekneus was. Maar niet echt van, het is echt zwaar gekneus of het is weet ik veel. Ik kan hem in ieder geval niet op en neer doen en bewegen. Dus waarschijnlijk is dat gewoon pretty fucked up. Nou, ik had zeg maar, als ik op de bank lag, al keiveel pijn. Dus toen moest ik nog lopen en tassen mee. Op één schouder mijn fucking zware tas. Dus dat was echt kut. Dus ik ben ook de laatste uur gewoon naar huis gegaan. Want ik trok het gewoon niet echt meer. Het was echt fucked up pijn. En thuis dan kom ik weer. En dan ga ik altijd met mijn arm op twee kussens. En dan ga ik daar liggen en dan met mijn arm. Zeg maar een soort leuning is het. Nu heb ik hem ook op mijn stoelleuning zitten. Want anders trek ik het ook niet. En het is kut. Want gamen, deze controle hoe ik hem nu vast heb. Zeg maar zo. Oh, ik kan het niet goed laten zien. Dat kan ik niet met mijn andere arm. Dus dit werkt niet. Maar op zich, ik heb me best wel vermaakt. Ik heb alleen mijn tv gekeken. En een app op mijn telefoon gedaan. SimCity. Waarschijnlijk kennen jullie het misschien niet. Superleuk soort City Skylines. Dus dat is wel grappig. Nou, dat allemaal gedaan. Ja, dus dan hebben jullie toch een beetje een uitleg van waar was ik de 2 dagen. En de 2 weken daarvoor. Dat was puur omdat ik geen zin had. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Wat ik moest uploaden. Maar ik hoop nu toch een beetje te laten zien dat ik er nog wel ben. En als mijn arm over is, dan hou ik jullie zeker weer up-to-date. Want dan ga ik sowieso weer gamevideo's opnemen. Misschien in BMX-video's als het echt helemaal over is. Dat ik gewoon ook niks voel als ik mijn stuur optrek of zo. Ik kan nu ook niet fietsen naar school. Want stel je fiets en je valt om, dat kan gebeuren. Maar stel je valt echt... what the fuck? Je valt gewoon om. Dan kan ik maar met 1 hand me op... Hoe heet dat? Opvangen? Ja, opvangen. En die andere hand die tieft er ergens achteraan en misschien is die dan wel helemaal gebroken. Of dat duurt er nog fucked up langer. Dus fietsen lukt niet, dus mijn moeder moet me naar school brengen en ophalen. Want anders kan ik helemaal niet naar school en niks doen. Ik verveel me ook echt kapot, dus daarom neem ik gewoon even deze video op. Zodat jullie het weten en zodat ik iets te doen heb. Want ik heb me echt kapot verveeld dit weekend. Ik hoop dat het snel over is, volgend weekend sowieso. Want ja, ik wil wel weer streamen en gaan video's maken. Ja, nou dat was eigenlijk het valverhaal ding. En hopelijk vonden jullie deze video grappig, leuk of I don't know wat je vindt. Hopelijk vonden jullie het leuk in ieder geval. Vergeet dan niet zeker een duimpje omhoog en een leuke reactie hierachter te laten. Zou ik super awesome vinden. Check ook even mijn social media natuurlijk. Zie je zo ook in de outro en de linkjes staan in de beschrijving. En dan zeg ik tot bij de volgende video. En trouwens, thanks voor de 800 subs. Later mensen. I can feel you in